Hi, het is Tim. En het laatste wat ik wil is me in deze video gaan bemoeien met je huwelijk of de keus voor je gaan maken of je huwelijk moet gaan redden, ja of nee. Ik denk dat als coach dat niet echt mijn taak is of zo om dat soort keuzes voor je te maken. Zeker dit soort grote en ingrijpende keuzes. Maar wat ik wel wil doen in deze video is je drie vragen geven die je kunnen helpen om te bepalen of je huwelijk nog te redden is, ja of nee. En de eerste van de drie vragen die ontzettend belangrijk is om te bepalen of je je huwelijk überhaupt nog kan redden, is er wil bij beide partijen om het te redden? Regelmatig komen de vrouwen naar mij toe die zeggen, mijn huwelijk lijkt over te zijn, ik wil er nog aan werken, ik wil aan therapie, ik wil aan de slag gaan, maar van mijn man heb ik al 3 weken niks gehoord. Ja, wat je dan nodig hebt, dat is niet een relatiecoach zoals ik, maar wat je dan nodig hebt is Harry Potter of zo. Van iemand die kan toveren. Van zodra één van de twee partijen niet meer wil, of jij dat nou bent of dat hij dat nog is, dan valt er heel weinig te werken. Dus jullie kunnen bijvoorbeeld wel zeggen, we zitten in een dip, of de verliefdheid is er niet meer, de aantrekkingskracht is er niet meer. Dat zijn allemaal specifieke dingen waar je aan kan werken en dingen die je een nieuw leven in kan blazen. En daar zijn allerlei manieren voor om dan het huwelijk weer te herstellen. En dat zijn dingen die in iedere relatie voorkomen. Het kan zelfs nog een grotere crisis zijn met dat iemand een midlife crisis heeft of een depressie of dat iemand vreemd gegaan is. Het zijn allemaal dingen waar wat aan te doen is. Maar zodra één van de twee partijen zegt, nee, ik wil er niet meer aan werken, nee, het is over, nee, het is klaar, dan houdt het eigenlijk best wel snel op. Dus het is een hele belangrijke vraag voor jezelf om te stellen. Hebben we allebei nog wel te veel om het te redden? Tweede vraag is, hou je nog van hem? En wat ik hiermee niet bedoel is, voel je nog aangetrokken tot hem? Of ben je nog verliefd op hem? Of voel je nog steeds hetzelfde voor hem als in het begin? Maar hou je nog van hem? En dit klinkt misschien als een open deur, maar toch zie ik heel veel vrouwen die uit een soort van verantwoordelijkheidsbesef of vanuit plichtsgevoel proberen om de relatie te redden. En de redenen daarvoor zijn van, hij heeft het op dit moment heel erg moeilijk en ik kan hem niet in de steek laten. Dan denken ze blijkbaar dat ze zo belangrijk zijn voor die man dat hij het niet zou overleven zonder hun. Wat eigenlijk als je in de praktijk kijkt vaak best wel een beetje meevalt. We zitten in een koopwoning samen, die heb ik ook wel eens gehoord. Nou, die vind ik helemaal erg. We hebben een koopwoning samen en ja, ik kan dat niet zomaar uitgaan, want waar moet ik dan naartoe en hoe krijg ik het financieel dan rond? Ik denk dat het beter is om bij je ouders op de bank te slapen, zelfs als volwassen vrouw, dan dat het is om maar in een huis te blijven wonen bij iemand waar je niet meer van houdt ofzo. Dat vind ik ook geen goed idee. En de laatste is, en die komt heel veel voor, dat is, ik wil ons huwelijk proberen te redden voor de kinderen, want ik vind dat mijn kinderen ouders verdienen die van elkaar houden en die samen zijn en dat hun twee ouders samen in huis moeten zijn. Ik snap het wel, ik snap dat het soort van ideaal plaatje is wat je hebt gecreëerd, maar ik ken ontzettend goede, geweldige gescheiden ouders met gelukkige kinderen die heel blij zijn met hun ouders en ik ken ook ontzettend slechte ouders die met elkaar getrouwd zijn. Dus het is niet zo dat de definitie van goede ouders betekent dat je bij elkaar in een huis woont en getrouwd bent met elkaar. En je kinderen hebben er ook helemaal niks aan als jij in een liefdeloos huwelijk blijft zitten en dan straks op je 40ste, als de kinderen het huis uit zijn, ineens bedenkt van oké, dan kan ik nu wel op mezelf gaan. Dat is afschuwelijk om je leven 20 jaar in de ijskast te zetten, puur voor je kinderen. En als je dan op je 40ste de weg gaat en je kinderen komen erachter dat jij 20 jaar lang jezelf hebt opgeofferd voor hun, dan nemen ze dat niet in dank af, maar dan voelen ze zich eerder schuldig en voelen ze zich slecht. Plus dat je kinderen altijd ook wel oppikken dat je misschien niet zo heel gelukkig bent en dat je misschien dat juist wel weer overdraagt op hun. Dus dat soort redenen zijn geen goede reden. Dus als je echt niet meer van hem houdt en echt niet meer bij hem blijft en de enige reden dat je de relatie wil redden is simpelweg om een soort van
praktische reden, doe het dan alsjeblieft niet. En de derde vraag die bepaalt of je het huwelijk nog kan redden, is er sprake van een onoverkomelijk meningsverschil over een hele grote, belangrijke, levensbeschouwelijke vraag? Is er zo'n groot verschil over bijvoorbeeld een kinderwens? Het is geen goed idee om je kinderwens op te geven voor een partner. Dat soort dingen zijn zo groot en zo diep, dan ga je de rest van je leven spijt van krijgen. Of omgekeerd, als je partner wel kinderen wil en jij niet. Neem alsjeblieft niet een kind omdat je zoveel van hem houdt om hem een plezier te doen. Dat is echt een afschuwelijk idee waar op de lange termijn ontzettend veel spijt van gaat krijgen. En er zijn al zat voorbeelden van mensen die dat doen en zat voorbeelden van mensen die daar doodongelukkig van worden. Is er een andere typisch grote levensbeschouwelijke vraag? Is er een religieus meningsverschil? Wat heel goed kan, weet je, dat je vanuit twee verschillende religies komt en dat een van de twee de kinderen bij wijze van spreken als katholiek op wil voeden en andere wil de kinderen opvoeden als moslim. Nou, dat soort dingen, dat zijn dingen waar mensen eigenlijk nooit uitkomen. Dat zijn discussies die heel lang blijven en die altijd blijven botsen en waar geen van beiden ooit van hun diepe overtuiging voor dat soort vraagstukken af zou willen stappen. Dus zit je... Is dat het probleem? Is het zo'n grote vraag die tussen jullie instaat, waarvan je zeker weet dat jij nooit van mening gaat veranderen? Ga er dan ook niet vanuit dat hij wel van mening zou veranderen. Nou, dit zijn de drie vragen die je eerst wil stellen. Als je deze drie vragen aan jezelf gesteld hebt en aan de hand daarvan kom je tot de conclusie van mijn huwelijk is misschien nog wel te redden. Klik dan even op de link hieronder de video. In de omschrijving heb ik namelijk 12 tips voor je die je gelijk kunt gebruiken om vandaag of vanmiddag, vanavond, wat voor tijdstip je dan ook bekijkt, om gelijk aan de slag te gaan met je huwelijk en gelijk te zien of er verbetering mogelijk is en om hopelijk te werken aan een goed einde van deze tijdelijke crisis waar je in zit. Dus wil je je huwelijk redden? Klik dan even op de link hieronder de video. Dan krijg je 12 handige kleine tips waar je vandaag mee aan de slag kan en dan zie ik je de volgende keer. Doei.